Vandaag de gast voormalig informateur. Het was een paar weken in 2010, maar hij is dus voormalig informateur. En PvdA-prominent Jacques Wallagen. We hadden het over Wilders en u zette uit één... wat dus eigenlijk de dilemma's op dit moment zijn voor de andere partijen in samenwerking met Wilders. En u zei, voor hem is het heel makkelijk om vanuit de Kamer straks, als er een kabinet komt, een beetje, ik vat maar samen, als de buitenboordmotor zijn eigen koers toch te kunnen varen. Gisteren keken we naar een debat waarin Wilders zich toch nadrukkelijk milder weer opstelde. Zei, ik zal me aan alle wetten houden. Ik wil premier zijn van alle Nederlanders. Dat sprak hij letterlijk uit. Dus hij lijkt toch de ambitie te hebben om minister-president te worden. Ja, ik betwijfel dat zeer. Omdat ik denk dat, juist omdat het geen politieke partij is, maar één persoon, het onder controle houden van zijn fractie. Want hij heeft toch een geschiedenis waarbij alsmaar weer ex-collega's van hem verwijderd zijn. Dus de spanning verhoud ik die hele club bij elkaar. En ik heb zelf een fractie geleid van dezelfde aantallen. 37 zetels ook. Ja. En dat is niet eenvoudig. Geen sinecure bedoelt u met te zeggen. Ja, dus met andere woorden, dat verhaal van de kikkers en de kruiwagens, bij iedere partij niet zo simpel. Mm-hmm. In dit geval wordt het buitengewoon lastig. En ik denk dat hij dat risico helemaal niet gaat lopen. Te meer omdat de macht die hij verzameld heeft en de steun die hij in het land heeft gekregen op die acties tegen minderheden, op het tegen elkaar opzetten van mensen, om in feite migranten de schuld te geven van een aantal vraagstukken. En als je zo groot geworden bent op die manier, dan pas je wel op dat je plotseling een brave regeringspartij wordt. Ja, dus dan is het niet zo dat, dan is dit daar geen logica in om minister-president te worden, wil u maar zeggen. Nou, los van de vraag of daar brede steun voor zal zijn in zo'n coalitie, is het denk ik vanuit een populistische partij en een standpunt zoals hij dat heeft ingenomen. Kijk, je wordt in zo'n partij groot tegen Den Haag. Mm-hmm. Maar als je gaat regeren, ben je Den Haag. En in die spanning moet hij dus een soort verdeling aanbrengen. En het is veel meer voor de hand liggend dat hij ministers levert die hun vak kunnen uitoefenen en tegelijkertijd het gezicht van die partij blijft in de Kamer. Ja. En dan is het zeer de vraag of de ruimte die hij daar pakt, of die acceptabel is voor een partij van Omtzigt die heel nadrukkelijk het verbeteren van het politieke klimaat, het transparanter maken van de overheid, een meer greep van de Kamer op het kabinet. Al dat soort vraagstukken liggen bij hem fundamenteel anders dan de manier waarop dan Wilders dat doet. Ja, absoluut, ja. Kun je als potentieel coalitiepartner, bijvoorbeeld als NSC of als BBB, de eis stellen, we willen best in een kabinet met de PVV, maar dan wel onder premier Wilders? Nou ja, die vraag van wat wordt de binding tussen deze partijen en de Kamer is denk ik naast het rechtsstatelijke waar we het net even over hadden een volgend heel belangrijk punt. Dat heeft natuurlijk mevrouw Jezilgus meteen vanaf de eerste dag onder spanning gezet met de mededeling: wij leveren geen ministers, mm-hmm, maar we steunen het kabinet als we tot overeenstemming komen wel. Daarmee is voor Omtzigt natuurlijk de vraag: ga ik dan wel ministers leveren? Met andere woorden, het lijkt me voor de hand liggend dat een kabinet wat een lossere binding heeft met de Kamer tot stand kan komen. Dat is ook wat Omtzigt eigenlijk als prioriteit heeft. Meer dualisme heeft hij dan over? Dat is meer dualisme. Dat betekent open debat in de Kamer. Dat betekent ook een kabinet wat van onderwerp tot onderwerp maar moet zien dat ze tot meerderheden komt. Dat brengt wel de transparantie terug. Mm-hmm. Je ziet wat er gebeurt. Ik vind dat voor de democratie zou dat ook een stap vooruit zijn. Maar dan moet dat wel een beetje een parallele verhouding zijn. Als de een geen ministers levert en de ander wel, dan is de kans heel groot dat men elkaar de maat neemt en zegt: luister eens, samen uit, samen thuis, allemaal ministers leveren, of een extra parlementair kabinet. En het zou me niet verbazen als het op dat laatste neerkomt. Ja. Hoe kijkt u eigenlijk naar die zet van Jezilgus, of een zet, die uitspraak van Jezilgus, waarin ze zei: wij gaan inderdaad geen ministers leveren, wij gaan niet in het kabinet zitten, we kunnen wel gaan gedogen eventueel? Ja, ik vond dat niet onlogisch. Ik vond het moment wel verbazingwekkend. Zo snel? Ja, meestal onderhandel je over de inhoud en aan het eind zeg je dan: nou, dit is safe genoeg en daar wil ik ook wel ministers voor leveren. Dan wel wat bijvoorbeeld bij het kabinet Den Uyl gebeurd is met de christendemocratische minister. Die traden toe tot het kabinet Den Uyl, maar er was geen formele binding tussen de christendemocraten en dat kabinet Den Uyl. Mm-hmm. Dat doe je eigenlijk als je kunt beoordelen hoe hecht wordt de coalitie. Het is hier dus om andere redenen gebeurd. Ik denk dat de verdeeldheid in de VVD over wel of niet met Wilders enorm is.
Dat zou overigens bij Omtzigt ook wel eens zo kunnen zijn. Maar bij de VVD heeft men dat opgelost door daar eigenlijk een compromis te sluiten intern. We lopen niet bij Wilders weg, met andere woorden, we gaan niet doen wat Rutte uiteindelijk steeds gedaan heeft, namelijk, hij heeft me één keer een mes in de rug gestoken, dat gebeurt mij niet weer. We houden de deur dicht. Dat standpunt hebben ze eenmaal ingenomen. Dan is het niet onlogisch om tegen de tegenstanders te zeggen, ja, maar we houden de handen vrij, want we leveren geen ministers. En tegen de voorstanders te zeggen, we willen inhoudelijk zo'n kabinet en daar gaan we aan werken. Dus ik vond het rationeel wel te verklaren. Ik vond het moment, en dat hebben we ook gisteravond een beetje gemerkt, ik geloof dat mevrouw Jilkes in grote stappen snel thuis is. En je moet ook in dit vak af en toe een beetje geduld hebben en eens even kijken hoe het loopt. Hoe het samen opereren soms. Nou ja, en je moet vertrouwen opbouwen. Ja. En toen we het Paarse kabinet maakten, dat was natuurlijk tussen Partij van de Arbeid en VVD een enorme stap. Ja, dat ik heb altijd gezegd, dat is regeren met de erfvijand. Ja. Dan moet je werkelijk investeren in elkaar vertrouwen. En dan moet je ook even tijd nemen om iets op te bouwen. En ik heb de indruk dat er zit iets van ongeduld in haar, waardoor ook zoiets als die spreidingswet uiterst gecompliceerd, patsboom, dat gaan we even zo doen. En ik denk dat misschien past dat wel bij een wat snellere tijd. Hè? Kijk ik daar misschien een beetje gereserveerd naar, omdat ik ook geen 24 meer ben, dat kan. Maar het kan ook wel betekenen dat ze net even de bestuurlijke rust mist om effectief op te treden. Ja, en dat is in zo'n proces als dit, waarin toch voorzichtigheid betracht moet worden als het gaat om formeren, is dat wel van het grootste belang. Ja. Zeker als je een kabinet wil vormen wat in een soort nieuw tijdperk, in een nieuwe formatie, een nieuwe stijl tot stand moet komen. Ja, kijk, als je in Europa kijkt, dan zie je dus dat de mensen die net als Wilders radicaal rechtspopulistisch zijn. He, die zijn er op allerlei plekken, in Italië, in Scandinavische landen. Hongarije. Dat je, als je als solide democratische krachten wilt dat het, de kerk een beetje midden in het dorp blijft, dan moet je behoorlijk ingewikkelde constructies tot stand brengen. En ik heb wel een beetje geglimlacht toen Ronald Plasterk in een column zei, nou ja, dat kabinet, dat kan ook moeilijk zijn. Dat is zo geregeld. Nou, dat zul je nog merken, vriend. Ja. En dat merkt hij nu ook. Het is uiterst complex vanwege de verschillen tussen die partijen, vanwege het feit dat Wilders een reputatie heeft opgebouwd, maar ook een politieke positie heeft ingenomen. Mm-hmm. Kijk, als jij 20 jaar lang zegt, ik wil de moskeeën dicht hebben in het land, dan kun je in de ijskast zetten wat je wil, maar dat is jouw opvatting. Ja. Dat is in strijd met de grondwet, dat ontneemt mensen een recht waar eigenlijk onze staat op is gebaseerd. Ja, als je nagaat hoe we de 80-jarige oorlog hebben gevoerd, dat ging over de vraag of er een staatskerk moest zijn, of dat je je eigen kerk mocht hebben en je eigen scholen later in de verlengde daarvan. Ja, dat zijn zulke fundamentele dingen, dat is niet alleen maar een toverwoord formule die je daarvoor moet hebben, maar dan moet je dan een rolverdeling en een binding organiseren, ja, die dat draaglijk maakt. En ik zeg er altijd in één zin achteraan, maar hij heeft wel de verkiezingen gewonnen en er moet dus serieus met hem worden omgegaan. Ja. Het is een puzzel die gelegd moest worden. En we hadden het al over 2010 toen u dat ook moest doen. Daar sluit ik kettingvraag op aan toen als informateur. Leendert Beekman was mijn gast gisteren, onze eigen politiek verslaggever hier bij BNR. Hij had deze kettingvraag voor u. Hij heeft geprobeerd in 2010 om een kabinet te vormen waar de PvdA ook bij zat. Is toen de tijd is dat niet gelukt. Eigenlijk is mijn vraag aan hem, op het moment waar wij het net over hadden, dat het met deze vier partijen niet gaat lukken, ziet hij het dan wel gebeuren dat PvdA, VVD en Nieuw Sociaal Contract samen alsnog een kabinet gaan vormen? En is dat verstandig? Dat is een andere vraag. Nou, ik zie het niet gebeuren en ik vind het niet verstandig. Nou, dat is het korte antwoord. Ja. U ziet het niet gebeuren, want op dit moment zijn de vier partijen nog bezig. Maar ja, als alles mislukt, daar hadden we het gisteren over met Leendert, dan is het rechtsstatelijk mogelijk dat de andere partijen een kans krijgen, in dit geval Frans Timmermans met de PvdA, mogelijk dus een kabinet kunnen gaan vormen. Ja, rekenkundig is dat zeker zo. Maar GroenLinks, Partij van de Arbeid hebben samenwerking met de PvdA uitgesloten in de verkiezingen. Dus ook om die reden acht ik het niet zinvol, niet verstandig. En wat misschien nog wel zo belangrijk is, als dit niet zou lukken, dan is de kans dat er een extra parlementair kabinet moet komen, zelfs misschien een zakenkabinet moet komen. En dan speelt natuurlijk GroenLinks, Partij van de Arbeid,
die ook een van de winnaars van deze verkiezingen was, een rol, uiteraard. Maar niet in een combinatie met de partijen die dan geen akkoord hebben kunnen bereiken. Ook Art Rooijakkers vind je in de BNR-app. Zeker, je kunt live de Big Five luisteren. De BNR-app met breaking news. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder Boekestein en De Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.